Ik wil graag, hier hebben drie mensen, drie lieden, en ook inderdaad de derde, die misschien wat bevreemd zal kijken van, oh, even de derde gewoon. En het is de eerste Tijmen Dokter, en dan Anton Pranger en Jesse Lazonder. Nou, kijk eens, herinneringen aan de kaart van België, en dat is altijd weer mooi. Eens even kijken, het wordt opgezet. Daar staan jullie. Ja, nou, even een korte introductie. Ik zie de twee, de andere zal wel als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen. Jesse, ik wou toch even speciaal zeggen, wat doe jij hier? De geluidseffecten. Duidelijk, de geluidseffecten. Ik zie, je hebt ook fenomenale instrumentarium bij de hand, dus heel veel succes daarmee. Net zo zenuwachtig of minder zenuwachtig dan bij Paul de Leeuw op televisie bij Paul's cadeaushow? Minder zenuwachtig. Minder zenuwachtig, hartstikke goed. Paul de Leeuw, hè? Is hij nou echt zo als wij hem zien of is hij het echt ook een beetje anders? Ja, hij is heel aardig in het echt. Hij is heel aardig in het echt. Ja, aardig dan op tv. Nou, hier, kunnen we het weten. Tijmen, wat zie je er allemaal achter? Ah. Ja, maar dat zal ik even uitleggen, want er staat in mijn Sinterklaasboekje als aantekening bij het optreden, niet naar de act vragen, dan is de verrassing eraf, smiley. Tijmen, wat gaan jullie doen? Het is een verrassing. Dames en heren, applaus voor overwegend wisselvallig, de verrassing. Het was vandaag overwegend wisselvallig met hier en daar een bui. Dan nu de voorspellingen. Morgen wordt het droog met in het noordoosten regen. En ook in de rest van het land valt het een beetje tegen. Zondag wordt het beter. De zon die breekt dan door. En ook in het zuiden klaart het op, maar toch mist het daar. Maandag krijgt het oosten last van een depressie. En daar komt ook neerslag. Terwijl er ook een donderwolk op staat. Dit was het weerbericht van 19 november. Tot morgen! En dit is Anton. Hier wil ik graag even op inhaken. Dit was duidelijk iets anders dan of een lied zingen, of een dansen, of een muziekstuk. Vorig jaar weet ik nog dat ik een stukje stand-up heb gedaan. Dit heeft mijn hart. En ik wil eigenlijk een soort oproep doen om op een volgende Poesiemoesie dit soort dingen meer te zien. Het is gewoon prachtig om te doen. Het is ook moeilijk en ik vond het enorm dapper. Dus nog één keer een daverend applaus voor deze lied.